Deze video staat helemaal in het teken van Kylie Jenner. We kunnen er echt uren over doorpraten. We zijn echt dol op haar stijl en op haar make-up. Voor degene die niet weet wie Kylie is, ze is een Amerikaanse celebrity. Want ze is lid van de Kardashian-familie. Een van de bekendste families in Amerika. En wij gaan vandaag haar look dus namaken. En ze heeft altijd heel erg veel make-up op, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat staan. Ja, want normaal heeft ze sproetjes, maar die werkt ze helemaal weg. Dus ik ben benieuwd. Maar voordat we de make-over gaan beginnen, ga natuurlijk zeker abonneren. Want dat is heel belangrijk, want dan krijgen we natuurlijk nog meer girlies erbij. En dat is natuurlijk super gezellig. En des te meer video's. En doe natuurlijk ook een duimpje omhoog. Let op, Feed komt eraan en wij willen heel erg graag genomineerd worden voor de categorie Beste Nieuwkomers. Het is allemaal stemmen! Nou, we hebben ons al even voorbereid, namelijk onze haar in de start gedaan, want anders gaat de hele foundation door ons haar heen. En dat willen we niet. Dus we gaan nu foundation opdoen. Ik ga dus lekker veel foundation opdoen, want Kylie heeft geen één vlekje op haar gezicht, geen sproetjes. Dus ja, dat is echt even gedacht. Jouw kleur. Dat is echt een hele sminklaag. Ik vind dit echt heel leuk. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik iemand mag schilderen. Jean, wat heb je gedaan? Lijkt op een pot pindakaas. Kylie gebruikt dus echt heel veel foundation. En je ziet nog steeds mijn sproeten. Maar ik weet niet, dat is gewoon te moeilijk om weg te werken. Want ik heb best wel bruinige sproeten. Dus ik denk niet dat ze ze helemaal weg krijgen. Nou ja. Oké. De pindakaaspot zit erop. Jezus! Dat is echt heel erg. Hallo! De basis voor Kylie Jenner is alvast aangelegd. De basis? Ben je gek? Ik ga Gina de basis doen. Je wordt een Nutella-pot. Kylie Jenner heeft natuurlijk superveel foundation. En ik wil echt precies op haar lijken, dus ik heb het ervoor over. Ik ook hoor. Ik voel me steeds plakkeriger worden. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Ik zou dit echt nooit zelf opdoen. Oh, lijkt het op een Barbie pop. Die naar de zonnebankje is geweest. Oh nee, dit is echt heel erg, jongens. Kijk, we zijn echt twee... Nou, ik ben bruiner hoor. Ja, maar hallo. Kijk, oké, wie is het bruinst? Ik. Ja, maar... Oké, de basis zit er nu pas op. En ik vind dit al veel. Dit is het begin. En dan is het nu tijd voor concealer. En Kylie heeft echt geen wallen, dus ze moet natuurlijk super veel concealer. Moet lijken alsof ze echt heel goed slaapt. Kylie gebruikt ook op haar oogleden concealer, want dan wordt alles wat egaler. Dus dat gaan wij ook doen. Dat is je zin bij de Zo, de concealer zit erop en ik ga het nu blenden. Nou, payback straks hoor. Dikke payback. Ik kan bijna niet meer naar de camera kijken, want ik kan mijn gezicht echt niet van de spiegel afhouden, want ik zie er niet uit. Ik krijg dus nu concealer op. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want ik krijg waarschijnlijk een hele grote payback. Ook weer op de oog. Oh, Gina, ik ben spook. Verlies, ik vind dit echt heel erg. Het ziet er echt niet uit. Hoe weet je dat? Ik heb het net in de spiegel gekeken. Nou, ik ben nu dus aan het blenden en ik doe het een beetje wat meer over Gina, haar hele gezicht, want anders heb je zo twee van die witte vlekken. En zoals je misschien ziet, doen wij dit niet elke dag, want ze zijn niet echt heel prof. Tadaa! Oh, ik heb gewoon niks meer. Oké, door naar het volgende. We gaan namelijk contouren, want dat doet Kylie echt heel erg. Ja, het is echt dat je dit ziet, weet je wel. Wij gebruiken daar deze pen voor met twee kleuren. Deze is van Maybelline en hij heet Mastercolor #beautybloggers. Ik ga dus nu beginnen en ik ga allemaal strepen op Jade's gezicht trekken. Oh my god, het ziet er echt niet uit, Jade. Nou, blend maar, want dit kan echt niet. Nee, hè? Ik ben het dus nu aan het uitblenden, want ik neem aan dat Jade niet over straat wil met van deze strepen. Nee, Kylie doet dat ook niet, dus wij ook niet. Jade is dus klaar, ze mag nu gaan kijken. Help! Ik vind het wel een beetje apart. Het is gewoon nog erger. Nou, nu ben ik aan de beurt. Zitten! Jade gaat dus nu allemaal strepen op mijn face zetten. Het ziet er echt niet uit bij mij. Maar no hate. Oh, Jade! Je hebt het tien keer zo erg gedaan. Oké, nu blenden. Dan wordt hij vast wel weer mooi. Dit is dus de basis voor Kylie. Alles zit er nu op qua basis. Ik vind jou best wel mooi gelukt. Nou, we gaan dus nu highlighter doen, want Kylie heeft dat echt heel erg veel op. Kylie gebruikt altijd heel erg veel van dit. Ze doet dat op de kin en op de rugbenen en boven haar lippen.
Nou, het wordt steeds gekker. Ik doe het ook nog een beetje op je neus, want dat is op zich wel mooi. Mijn highlight zit erop. Het geeft een heel klein subtiel effectje, maar ik vind het wel mooi. Zo, een glitterstreep hier en een glitterstreep daar. Klaar! Tada! Het ziet er al een stuk beter uit. Het is eigenlijk gewoon, je weet wel, zo'n subtiel glansje. Ja. En nu de versiering. De oogschaduw, de lipstick, gewoon al het leuke gedeelte. Want dit was natuurlijk gewoon de mega dikke basis. Wat je altijd op Instagram foto's van Kylie ziet, is dat ze heel erg getekende wenkbrauwen heeft. Dus dat gaan wij nu ook doen. En alsjeblieft, doe het goed. Ik heb hier een wenkie spotlood en ja. Ik heb hier eigenlijk nog nooit mee gewerkt. Aan de ene kant zit een worsteltje en aan de andere kant zit een pennetje. Dus ik ga nu tekenen. Yes! Ik vind het echt zo eng. Ja, hij heeft eigenlijk al hele mooie dikke wenkbrauwen van zichzelf. Maar ze worden nog dikker. En donkerder. Van Kylie zijn altijd echt heel erg mooi strak getekend. Ik heb die net een soort van schabloon gebruikt ofzo. Dit was het laatste stukje. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Dus ik vind dat ik het prima heb gedaan voor de eerste keer. Wat heb je gedaan? Maar het valt toch wel mee. Het is echt van Barbie. Ja, als je wenkjes anders zijn, krijg ik gelijk een hele andere look. Ik weet niet of het nou mooi is, maar alles voor Kylie look. We gaan nu kijken hoe het bij jou staat. Even before. After. Je vingers zitten in mijn neus. En voilà. 3, 2, 1. Oké, ik zal dit echt nooit opdoen, want ik vind dit echt... Ik vind mijn eigen wenkjes mooier. Laten we daarop houden. Ik ook. Maar ik kijk nu al heel erg uit naar de oogschaduw. En jij? Ik ook. Het is nu tijd voor oogschaduw. En ik ga Jade haar hele heilige palet gebruiken. En kijk, dit zijn de kleurtjes. Deze is van Kylie Cosmetics en heet de Bronze Palet. En hij is echt heel mooi. En ik ga hem nu opdoen. Ik ga denk ik deze gebruiken, want Kylie houdt heel erg van peachy kleurtjes. En kijk, zo gaat het een beetje worden. Hopen we. Oké, nu de peachy kleur. Spannend. Die geeft volgens mij... Oh my god. Die geeft best wel een sterke kleur. Ja, dat zie ik. Kijk, het gaat lekker. Ik vind het er echt wel super mooi uitzien. Maar ik ga nu nog het andere oog doen. Maar voordat ik klaar ben met dit oog, heeft Kylie altijd... Even. Een soort van wit boogje boven de onder de wenkie. Want ja, ik weet niet waarom, maar het ziet er altijd mooi uit. En we maken een Kylie look. Dus dat gaan we nou doen. Ik vind het wel grappig om een keer te doen. Het is wel echt zo'n extreme look. Die had het al een keer naar de oh, ik wil zo gaan kijken. Jongens, wordt het mooi? Zet het nu in de reacties. Ik zou zo niet dagelijks naar school gaan, maar ik zal het wel heel. Ik vind het wel leuk om een keer te doen in een video of een keer voor een heel extreme feestje. Oh ja, dit is ook leuk voor carnaval. Een Kylie look. Het is echt een heel leuk idee. Oké, dit is dus Jade haar oogschaduw look. Ik vind echt heel erg goed gelukt eigenlijk. Echt zo'n Kylie oogschaduw look. Dus Jade. Nou, als jij het mooi vindt, vind ik het vast ook wel mooi. Oh my god, het is best wel mooi. Ik ken Gina's oogschaduw skills. Maar deze zijn best wel mooi. Ik vind ze best wel goed lijken op die, dat plaatje. En nu ben ik dus aan de beurt. Het is zo mooi, dankjewel. Oké, nu ga ik Gina dus proberen dezelfde kleur te geven. En here we go. Beetje smoky eyes is het idee, toch? Ja. Ik heb nu dus het witte laagje gedaan en ik ga nu de peach kleur gebruiken. Volgens mij lijkt het nu echt op een spook. Excuse me, girl. Oh, ik ben wel heel erg benieuwd, want ik weet dat Jade hier altijd heel goed in is. Dus ik ben wel benieuwd of het mooi is geworden. Ik denk het wel. Oké, Jean, je bent klaar. En ik ben echt zo trots op. Ga maar kijken. Wow. Hierna gaan we dus de nepwimpers oppakken. Oh my god, zo grappig. Dit zijn dus de nepwimpers echt over de top. En wij gaan het even proberen zonder wimperlijm, want... We zijn bang dat we het anders niet afkrijgen. En er zit ook wel al een klein plakrandje aan. En Kylie. Het ziet helemaal goed gaan. Nog een paar pogingen. Zoals je misschien zag, ging het niet helemaal vlekkeloos. We gaan nu toch even wat wimperlijn gebruiken, want misschien blijft het dan wat beter plakken. Nou, het ging zo lastig dat ik nu mascara ga doen en ik ga hem ook bij de ander doen, maar jij gaat het wel. Ik ga het niet opgeven hoor jongens, dus ik ga nu go, even girl. Naar de spiegel kijken, want anders gaat het helemaal fout. En ik ga mascara opdoen. Ik probeer dus toch die wimper op te pakken. Ik geef het niet op, maar ik denk dat het niet echt gaat lukken. We zijn een beetje dom, we hadden namelijk eerst eyeliner moeten doen, oftewel kyliner. Maar wij hebben eerst mascara opgedaan en dat is natuurlijk niet handig.
Oké, nou nu is de eyeliner klaar. Het is echt een heel ingewikkeld werkje. Dus ik ga het nu even uitblenden zodat het iets lichter wordt. Oké, bijna klaar, Jean. Ik denk dat hij wel mooi is. Is hij mooi, guys? Oh, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Turn around. Wow. Ik vind het nooit heel mooi bij me staan, maar ik vind dat hij het best goed heeft gedaan. Ik weet hoe moeilijk het is. Het is zo moeilijk, maar ik vind dat we allebei best wel goed hebben gedaan. En we willen natuurlijk op Kylie lijken, dus daarom doen we dit natuurlijk. Ja, ik weet niet precies of ik het mooi vind, maar het is gewoon Kylie. Het is gewoon Kylie. En dan het laatste gedeelte en het allerleukste, namelijk de lippen. Gaan we het belangrijkste voor Kylie zeg maar opdoen, want Kylie heeft echt hele grote lippen en dit is dus van haar eigen cosmetica lijn. En wij gaan vandaag de Kristen opdoen en dat is dus een beetje een rode kleur en deze is zo mooi, echt zo'n Kylie kleur. We hebben hier het potloodje en hier de liquid lipstick en de liquid lipstick blijft meestal heel lang zitten. Oké, nou wat je dus moet doen is een beetje het randje wat over de lip maken, zodat ze lekker groot lijken. Yes. Oké, doe ze maar een beetje. Ja. Oeh, Jean, hij wordt echt heel mooi. Oké, nou, de lipstift zit erop. Ik heb het uiteindelijk toch een beetje mee gewerkt. Maar het is wel mooi geworden, toch? Ja, het is wel prima. Het is niet dat ik het zelf buiten mijn lippen zou doen, want dat vind ik gewoon, het ziet er gewoon niet uit. Nou, we weten gewoon nu hoe zwaar leven Kylie heeft. Ja, dus ik ga het nu bij jou doen. Ja, maar eerlijk, de kleur is wel mooi. De kleur is wel echt heel mooi. Oké, zo, kisses for me. Oké, ik ga dus nu snel de liquid lipstick op jou naar lippen doen. Dus gewoon eigenlijk een beetje inkleuren. En dan ben ik klaar. Oké, nou, mwah, ze zitten erop. En nu gaan we onze look nog even afmaken. Like, I'm Kylie, and this is also Kylie, and I really like the makeup. Kijk, dit is dus de look, en ik heb dus een shirt aan, en jij ook met I'm Kylie, en you're the candle. En we hebben alle twee ook echt super grappige schoenen aan. En zoals jullie misschien wel eens opgevallen, heb ik mijn haar geverfd. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt super grappig weer om op te nemen. Het was ook wel echt één grote struggle, maar ja, ik ben benieuwd hoeveel watjes we wel straks niet nodig hebben om al die make-up eraf te halen. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel likes we gaan halen dit keer. Misschien 4000? We hopen de 4000, dat zou super gaaf zijn. Dus vergeet allemaal geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren op ons YouTube kanaal, want dat helpt ons natuurlijk heel erg. Zeker. En dan zien we jullie vrijdag weer. Bye, girlies. Tot volgende week.